Kan je nog steeds zo goed dansen? Ja, ik denk het wel. Ik ben wat ouder geworden, dus wat stroef in de heuvel. Nee. Het zijn vertrouwde gezichten op Sportpark de Toekomst. Leslie de Sa en Vernon Anita zijn blij om weer terug te zijn bij Ajax. Hier mijn hele jeugd doorgelopen, in het eerste elftal gespeeld. En nu om terug te komen op 30-jarige leeftijd is mooi. Ik ben vanaf eigenlijk de voorbereiding hier in training. Ik kom van een blessure af, dus het was echt een mooi moment om weer op het veld te gaan staan. En natuurlijk bij Jong Ajax is dat natuurlijk perfect podium voor mij. Hoe gaat het nu met je blessure en met jou? Ja, goed. Ik ben helemaal fit eigenlijk. Ik kan de training allemaal goed meedoen. Alles meedoen natuurlijk. En ja, om een beetje sport te gaan. En in het omgaan train je wel hard, dus dat is ook nog fijn. Zo kan je gewoon topfit aansluiten ergens. Ajax geeft oud-spelers vaker de kans om mee te trainen. Bij Jong Ajax trainde Ronald de Boer, kwam ook nog trainen. Wouter volgens mij kwam ook nog trainen, dus het is wel gebruikelijk inderdaad. En nu ben ik het, dus, en met Leslie ook. Dus nee, het is alleen maar leuk om die jonge jongens ook te helpen in de training en hun helpen je ook. We zijn natuurlijk jong, we spelen al in Jong Ajax natuurlijk. We hebben dan al wat meer ervaring toen ik op mijn leeftijd, toen ik 17 of 18 was. Probeer je mee te geven dat ze geduld moeten hebben, dat ze nog erg jong zijn. De Sa en Anita zijn zeer blij dat ze hier mogen trainen. Want de liefde voor de club is nooit verdwenen. Ik denk mijn hele periode eigenlijk hier is een droom eigenlijk dat werkelijkheid werd. Sinds mijn 9e bij Ajax tot mijn 23e debuut op mijn 16-jarige leeftijd. Eerste contract ook op mijn 16-jarige leeftijd, op mijn verjaardag. Dus zijn een heleboel dingen. Dat je bijblijft, zelfs als je hier binnenloopt. De meeste dingen zijn nog hetzelfde, dus het voelt gewoon als van ouds. En ik ben nog steeds hartstikke trots dat ik hier heb gespeeld. En op een gegeven moment was ik aan de beurt en dan echt een droom die uitkomt. En op een gegeven moment, ja, dan wordt het eigenlijk mijn debuut eigenlijk. Mocht maken tegen Noordwijk in de beker eigenlijk, waar ik ook gelijk scoorde. Dus het was voor mij een droom die uitkomt. En ik heb kampioenschap natuurlijk in 2013-2014. Kan je nog steeds zo goed dansen? Ja, ik denk het wel. Ik ben wat ouder geworden, dus wat stroef in de heuvel. Nee, graag. Maar hoe mooi die herinneringen ook zijn, het is nu kijken naar de toekomst. Ja, ik laat het eigenlijk meer op mijn pad komen. Wat er komt, dat ik dat dan erover nadenk natuurlijk wat het beste voor mij is. Is het hier in Nederland? Is het buitenland, dus dat laat ik nog eigenlijk in het midden. Het belangrijkste is nu gewoon dat ik volledig fit ben en lekker aan het voetballen ben. Ja, ik kijk veel voetbal ook, gewoon Nederlands voetbal. En ik denk dat ik voor veel teams een versterking kan zijn. Dus ja, laat ze maar komen eigenlijk.